Welkom bij GP Fans Recap, de serie waar we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen even met je doornemen. Maar voordat we gaan beginnen, heb ik even een uithoudelijke mededeling voor jullie. Deze zondag om 10 uur zijn we namelijk weer terug met Goedemorgen, GP Fans. Asian Formule 3 kampioen Joey Alders schrijft aan: we hebben een interview met Rudy van Buren en Renger van de Zanden en nog veel meer. Kortom, het wordt heel erg gezellig, dus als je dat niet wilt missen, abonneer dan even op dit kanaal. Goed, laten we het nu gaan hebben over het nieuws. Niek de Vries doet het voorlopig nog niet zoals hij en Red Bull Racing gehoopt hadden en de Nederlander lijkt snel te moeten verbeteren. Helmoet Marko haalde Niek naar het Oostenrijkse team, maar onthult dat bijvoorbeeld Christian Horner niet zo stond te springen om zijn komst. Het stoeltje van de 28-jarige rijder kwam min of meer uit de lucht vallen vorig seizoen, toen hij tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit in Monza mocht invallen voor de afwezige Alex Albon. Mede door zijn goede auto op dat circuit pakte hij zeldzame punten voor Williams en verleidde hij Marco tot het aanbieden van een contract. Iets waar een andere leidinggevende binnen het team niet om stond te springen volgens Marco. Het teammanagement en de teambaas gaan erover. Het is een gemeenschappelijke beslissing. Het komt niet vaak voor, maar soms gebeurt het wel. De laatste keer was dat zo met Nick de Vries. Maar op dit moment lijkt het erop dat hij gelijk heeft. Hij was geen fan van Nick de Vries. Al dus Helmoet Marco bij de F1 Inside the Line podcast. Hollywoodacteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney hebben met Otro Capital en Redbird Capital een grote investering van maar liefst 250 miljoen euro gedaan in het team van Alpine. De groep rond Reynolds en McElhenney neemt een belang van 24% in Alpine Racing, het moederbedrijf van het Formule 1 team. Daarmee wordt het team gewaardeerd op 833 miljoen euro. Alex Shiner, medeoprichter van Otro Capital, zal ook daadwerkelijk deel gaan uitmaken van het bestuur van Alpine Racing en is dus meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. De Formule 1 lijkt dus steeds interessanter te worden voor grote bedrijven en investeerders, maar de gemiddelde miljardair met een hobby blijkt echter niet aan te hoeven kloppen bij de meeste teams. Volgens Auto, Motor Sport zijn drie teams het afgelopen jaar benaderd over mogelijkheden om de desbetreffende teams volledig of deels over te nemen. In alle gevallen zouden de teams hierbij gewaardeerd zijn op meer dan 1 miljard dollar, dus het gaat niet om kinderachtige bedragen. Het Duitse medium weet echter dat de aanbiedingen bij deze drie teams van tafel zijn geveegd. Het is niet duidelijk om welke teams het precies gaat, maar we hebben zo onze vermoedens. De afgelopen maanden kwam regelmatig ter sprake dat het team van Alfa Tauri in de verkoop zou staan. Terwijl dergelijke geruchten ook de ronde doen over Haas. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat Alpine het derde team is, maar dat de deal die we in het vorige nieuwtje hebben besproken de uiteindelijke uitkomst is. Ferrari lijkt een drastische maatregel te nemen om in 2023 nog een tijd te keren. De vloer van de SF23 zou een complete metamorfose krijgen waarmee het team een inhaalslag wil maken. Op de baan zijn betrouwbaarheidsproblemen en de degradatie van de banden het voornaamste probleem. Terwijl er ook wel weer fouten door zowel de coureurs als de strategische afdeling zijn gemaakt. Tot nu toe verloopt 2023 dus alles behalve soepel voor het Italiaanse team. Maar daar wil teambaas Frederik Vasseur met zijn technische team verandering in gaan brengen. Dit weet Formula Uno te melden. Enrico Cardiele, hoofd van de afdeling waar ze zich focussen op het chassis, is van plan om binnen enkele raceweekenden een nieuwe en verbeterde vloer klaar te krijgen voor gebruik. Dat klinkt alsof het nog voor de zomerstop eind juli moet gaan gebeuren. De vloer is een belangrijk en tevens het meest geheime onderdeel van de auto. Het belang van deze geheimen bleek wel toen iedereen er bovenop zat toen de RB19 in de lucht hing tijdens het raceweekend in Monaco en de fotografen en teams hun kans zagen om foto's van de vloer te maken. Of Ferrari de nieuwe vloer ook op basis van die van Red Bull heeft aangepast, is niet duidelijk. Ja dat was hem weer, de Fans Recap. Vond je deze video dan tof, vergeet dan even niet een like achter te laten en abonneer als je altijd op de hoogte wil blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Doeg!